Het zijn beelden gemaakt kort na het moment dat duidelijk is geworden dat de wereld van animatiestudio Big Pixel uit Haren en studio Happy Ship uit de stad flink veranderd is. De studio's wonnen afgelopen vrijdag met de film Polska Warrior een gouden kalf op het Nederlands Filmfestival in de categorie Beste Korte Film. Het winnen van zo'n grote prijs hadden ze niet verwacht. Kijk, wij mochten niet met z'n allen in de zaal. De regisseur, de schrijvers, de producent die mochten in de zaal. Dus wij zaten in een cafeetje achteraf. En het was de korte prijs Nederlandse film. Dus het was de eerste die werd uitgereikt. Nou ja, dat was alleen maar feest in het café natuurlijk. We hebben de rode loper natuurlijk even gedaan. En we zijn daarna op het gala, het bal geweest. Ja, dit is niet te beschrijven. Heel veel energie. Ook op een bepaalde manier heel erg geïnspireerd. De filmmaker in je krijgt een enorme boost. Dat dekt de lading, denk ik wel. Onbegrip, maar dat was twee tellen. En toen echt, ontlading. Echt, dan heb je gewoon de gouden kalf. Sorry, het gouden kalf gewonnen. Aan Polska Warrior is animatietechnisch ruim een jaar gewerkt. De film gaat over het Poolse jongetje Erik en zijn vader die in Nederland zijn komen wonen. Vader vindt het belangrijk dat Erik leert zwemmen, maar die jongen is meer geïnteresseerd in computerspelletjes. Ik denk dat ze gevallen zijn echt op de karakters, op de warmte van het verhaal zelf. Want dat krijgen we vaker terug. Dat het is een tekenfilm, en mensen worden, zonder dat ze uit kunnen leggen waarom, worden ze gepakt gewoon door wat er gebeurt, omdat het zo'n universeel verhaal is. Polska, doe iets, ze hebben de kroon! Dat geloofwaardigheidsaspect van de karakters, dat zit in alle aspecten. Zit in de vorm, zit in het acteerwerk, zit in de belichting. En dat maakt ook dat het publiek, denk ik, mee is gaan leven met het verhaal uiteindelijk. Een gouden kalf is niet de eerste prijs voor de 25 minuten durende animatiefilm. Eerder dit jaar viel men al in de prijzen op het Holland Animation Festival. Maar zou er misschien nog meer in het vat zitten op wellicht buitenlandse festivals? Nou, laat ik daar maar niet op gaan speculeren. Dat hoop ik natuurlijk van harte. Ik bedoel, het feit dat je kan zeggen, hè, deze jury, de Nederlandse Oscar, heeft het zo gevonden, betekent dat je op andere plekken die film weer kan vertonen en in kan zetten in nieuwe competities. Maar ik ga even niet speculeren op welke competities. De filmprijs van Cannes? Bijvoorbeeld. Geen idee. Ik zeg er niks over. De groep is ondertussen ook alweer druk bezig met nieuwe projecten. In een van de nog te maken films wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Wordt vervolgd dus.